Ken jij Damascus? Ja, natuurlijk. Uit Wagenberg? Ja, zeker. Wist ik niet. Uh-huh. Ken jij de koekenbakkers ook? Ja, die ken ik ook. Uh-huh. Die bouwen wagens uh-huh. in Wagenberg. Uh-huh. De Damascus die hebben een groepje en die plakken en die knutselen van alles aan elkaar. Ja, mooi doen ze dat, hè? Ja, en ik begreep ook weer dat ze vanuit Omroep Drimmelen toch haar een kijkje hebben genomen. Oh. Dus dat moet leuk worden daar al. Hebben we mooie beelden van, toch? Daar hebben wij hele mooie beelden van. Goed zo. Nou, ga kijken. Zoveel tijd zien wij hem weer een keer. Dan gaat zijn deurtje open en dan zweeft hij heen en weer. Ja, zelfs als het regent hoor je zijn toverfluit. Zittend op een kleedje vliegt hij er tussenuit. Onze fakir, die heeft een splinternieuw tapijt. Splinternieuw tapijt, splinternieuw tapijt. Onze fakir, die heeft een splinternieuw tapijt. Zijn oude is gevlogen, ja die was hij zomaar kwijt. Onze fakir, die heeft een splinternieuw tapijt. Splinternieuw tapijt, splinternieuw tapijt. Onze fakir, die heeft een splinternieuw tapijt. Zijn oude is gevlogen, ja die was hij zomaar kwijt. Geleden waren wij hem kwijt. Er zat een heel groot gat in zijn vliegende tapijt. Toen moest hij naar de winkel voor zo'n prachtig kleed. Daar legde hij toen uit dat zijn oude niks meer deed. De verkoper die keek en schoot toen in de lach. Maar toen die man ging fluiten, wist hij niet wat hij zag. Onze fakir, die heeft een splinternieuw tapijt. Die heeft een splinternieuw tapijt. Zijn oude is gevlogen, ja die was hij zomaar kwijt. Onze fakir, die heeft een splinternieuw tapijt. Splinternieuw tapijt, splinternieuw tapijt. Onze fakir, die heeft een splinternieuw tapijt. Zijn oude is gevlogen, ja die was hij zomaar kwijt. Nou, wij zijn dan CV De Koekenbakkers. Wij zijn in 2015 opgericht met kinderen van de lagere school. Die zijn toen begonnen om een carnavalsvereniging te stichten. Wat ouders meehelpen om te bouwen. En dat doen we nu al 7 jaar lang. Met behulp van met de kinderen en ja, samen proberen elk jaar een mooie wagen in te zetten. En als jullie gaan bouwen, hoe ziet er dat uit, zo'n proces? Wij hebben eerst van tevoren een vergadering. Dan gaan we kijken wat het motto is. Vanuit bouwen maak ik een tekening en die leg ik dan voor aan de carnavalsring of heel de groep. En daarna gaan we kijken van hoe en wat. En die gasten die moeten lassen, technisch gedeelte, die passen dingen aan en zo. Dan maak ik tekening opnieuw en dan van daaruit gaan we de wagen helemaal opbouwen. Wij hebben met de corona hebben wij ook niet echt stilgezet. We waren een beetje bij elkaar gekomen en zo. Maar we hebben toegezegd van, wij zijn net na de vakantie nou bij elkaar gekomen. En zeggen, wat doen we? Gaan we door of stoppen? Want dat zou ook zonde zijn. En er zijn heel veel gasten van, wij willen door. En dan gaan we door. Maar wij deden ook aan de rommelmarkten. En dan deden we de wagen van bouwen. Want er kwamen inkomsten binnen van de rommelmarkt. Dan deden we de wagen van bouwen. Ja, die hadden we nou niet. Dus hebben we gewoon met z'n allen hebben we gewoon geld ingelegd. Wat we nodig hadden. En daar bouwen we gewoon die wagen van. Dus hebben we eigenlijk contributie hebben we eigenlijk een beetje verhoogd om die wagen neer te zetten. En dat... maar jullie hebben geen sponsoren of zo? Wij hebben geen sponsoren, helemaal niks. Wij doen alles gewoon zelf regelen, allemaal zelf financieren. Ja. En het ijzeren, wat wij wel doen is, waar ergens naartoe, heb je altijd over af te dingen van spullen. En zo komen we gewoon goedkoop aan onze spullen, dat is wel zo. Ja. Dat heb je wel nodig.
Als ik een gewaagd bouw, want ik hoor en lees in heel veel kranten dat het duur is. Het is ook duur. Het ijzer is duur, tempex is duur. Het enige wat niet duur is het papier, want dat heeft iedereen. Het karton heeft iedereen. Maar de rest is gewoon duur geworden. Ja, daar kan je niks aan doen. Dat is, ja, het hoort wel bij. Het is, of je doet wel mee of je doet niet mee. Nee, precies. En dat vind ik het leukste. Dat moet je zeggen van ja of nee. En niet meedoen is geen optie? Nee, dat vind ik niks. Ik heb vorig jaar wel niet meegedaan, want het ging wel carnaval door. Maar dan zit je daar zo, op zondag. Ja, wat ga ik doen? Normaal ben je om 9 uur bij de loods. Die wagen op te bouwen, die wagen te presenteren voor het dorp. En dat was vorig jaar niet. Ik dacht van, nee. Ik heb 5 jaar niet gebouwd. En het eerste jaar deed dat best wel zeer. Dat is van, ja, we zitten daar thuis. Nou, ik kom terug van vakantie, ik ga eerst andere dingen doen. En normaal bouw je van oktober tot en met februari ga je bouwen, bijna elke avond. En dan die maand heb je gewoon niks te doen. Ja. Ja, dat steekt af en toe, wil ik zeggen. Ja, ja, ja. Ja, dat is een raar gevoel. Is dat, ja, dat is wel een raar gevoel, ja. Dan zit je elke avond in de bank. Ja, nee. Was dat nooit? Nee, werkt ook niet, hè? Nee. Wagenberg, een van de weinigen was, die zei van, het is carnaval in februari. Dus wij vieren dan een carnaval in februari. Ja, dat klopt. He, want als je kijkt dat er op een gegeven moment dus plannen waren, ideeën waren om carnaval te verschuiven naar... De richting de Pinkster en zo was dat toen van plan. Precies. Ja, dat doen we niet. We hebben ook getwijfeld, want op Jos gaan, er is zometeen iedereen weer op vakantie. Die gaan de weekenden, die gaan weer, we gaan ze allemaal weer weg. Kijk, en we zitten met de voetbal beginnen allemaal weer. Ja, dus wij hebben zoiets van, ja, dat gaan wij niet doen. Nee. Daar hebben we geen tijd voor. Nee. En carnaval hoort echt in februari. Dus dat hoort daar ook en dat hoort niet in de zomer te zijn. Nee. Nee. Ze hadden ons ook gevraagd om op Malen mee te rijden toen met Pinkster. Ja, ik zeg maar, daar hebben we geen tijd voor om te bouwen. Daar hebben we gewoon gezin en gezinnen.